al bijna. Ja, ja, ik kom eraan. Ik ben nu onder de brug en ik... Oh! Wow, wow, wow! Au! Au, jeez! Oh, wacht even. Ik moet hier weg. Wat is er? Ik krijg opeens poison. Van wat? Geen idee. Dat leek gewoon uit de schaduw te komen. Nee, dat lijkt me niet veilig. En een... poison arrow? Uh-oh. Poison arrow? Ik zie hier de particles eraf komen. Maar dit is niet veilig. Wacht even, hoe ga ik bij jou komen? Ik ga heel even kijken. Wat was dat? Ik zag... Ja. Oh! Er is iemand in het zwart daar. In het zwart? Oh, jee. Oké, wacht even. Ik ga via de andere kant lopen. Ik ga bij de rotonde langs lopen, want dit is gewoon niet oké. Dit is niet oké. Ik moet naar jou... Oh, jee. Wat is dit? Oh, dit zijn rookbommen. Rookbommen? Wacht even, ik ga verder. Ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Ja, ik word zeker aangevallen. Maar ik weet niet door wat. Ik zie het niet. Tenminste, ik zag iets, maar... Oh, in de boomtoppen. Ik ga snel open doen. Ik ben naar binnen. Oh jee, weer smokebombs. Lieve, kom snel naar de deur. Kom naar de deur. Ja, ik kom helpen. Wacht hier. Ik heb mijn... Pak je zwaard. Wat was... dat. Hoe gaan wij straks naar de les komen? We moeten naar buiten, naar de school. Jeetje, ik weet het ook niet. Maar wie valt waar? Hoe kan dit allemaal? Ik weet het niet, maar ik werd opeens beschoten met poison arrows en... Wat zeg je? Poison, vroeg ik. Ja, het waren poison arrows. Ik ga even kijken of ik toevallig één heb opgepakt. Nee. Maar heb je iemand gezien? Nou, ja, denk... Ja, het was lastig. Het was donker en als het een persoon was, wat ik denk dat het wel was, dan had hij hele donkere kleding aan. Ik denk niet dat die persoon nog komt, hè? Ik wou net of zeggen, beest, misschien moeten we het juist dicht houden. Ja, dus dat, ja. Heeft hij je, denk je, hierheen zien gaan? Ja, dat denk ik wel. Oh, dat was eigenlijk niet slim. Oh, dit was niet slim. Maar in ander nieuws, ik heb wel de potjes voor je. En ja, hoe we straks bij het kasteel gaan komen, dat zijn de zorgen voor... strakjes. Maar kijk! Heb je... Yay! Flowerpot! Want we wilden natuurlijk Morty gaan verrassen met wat leuke bloemetjes en noem maar op voor deze kamer. Ik weet niet of ze hier een bloemenkamer van wilden maken, maar... Ik weet het ook niet. Maar misschien moeten we haar ook even waarschuwen dat hier dat soort, duistere of donker geklede... Het leek mij een ninja of zo. Maar weet je zeker, was het niet zo'n robot? Want we hebben toch nog nooit Poison Arrow gezien. Nee, hier. Maar dit was niet zo beweegt een robot niet. Dat weet dat ik zeker. Raar. Ik ga het zo... Hupsakee, kan deze erin? Oh, die past helemaal niet in. Die ook niet. Past die er niet in? Nee, ik heb wel andere. Doe wat tulpen en zo erin. Kijk, dit is toch wel schattig. Cute. En dan kan ze zelf kiezen wat ze erin gaat bouwen. Dan hebben we er gewoon een klein handje geholpen. Zullen we sowieso even haar waarschuwen over... Ja, laten we in ieder geval hierover vertellen. Inderdaad. Toch? Zullen we anders... Wacht even. Het is altijd als je iets slechts wil vertellen, vertel je toch iets goeds eerst, toch? Ja, of het slechte eerst en dan kan je het vergeten met het goede. Nee, laten we het goede eerst doen. Oké. Okay. Ja, dan blijven zij meteen positief. Kunt u zien hier, Morrie. Oh, kijk, hier is ook is al die kleurtjes. Misschien hier. Morrie? Morrie? Nee, hier is ze ook niet. Oh, wel. Hey, Morty! Hey, Wouter en Maisha, wat leuk dat jullie er zijn! Zeker weten, Morty. En wat nog leuker is, we hebben super positief, goed, leuk nieuws! Toch? Ja, echt heel goed nieuws. Laten we daarmee beginnen. Ja, want misschien hebben we daarna ook nog ander nieuws. Maar daar komen we straks op. Want loop eens even mee, Morty. Loop eens eventjes mee. We gaan... Ja, wij zagen hier aan het einde van... deze mooie gang, iets nieuws. Een nieuwe kamer. En wij dachten, misschien is het leuk om die alvast een beetje, Morty-stijl te geven. Dus hebben wij hier... verse bloemetjes en bloempotten voor een kamer. Ja, ik weet niet wat je er gaat doen, maar ze zijn een beetje... Het is gepimpt. Ja, jij kan het wel een stuk mooier, maar we dachten, we beginnen gewoon alvast. Oh, Wouter en Maisha, dat vind ik zo ontzettend lief van jullie. Ik was al aan het twijfelen of ik misschien een kamer met wat farm en groenten en bloemen wilde maken, maar nu weet ik het zeker. Oh, cool. Ja, dat dit past is dan perfect. Voor, toch? Ja, we zijn blij dat je het zo mooi vindt. Maisha had nog ander nieuws trouwens, wat ze je wilde vertellen. Nee. Wouter, die heeft echt een heel spannend verhaal eigenlijk. Maar hij wilde het je graag vertellen.
Ja, oké. Nou, prima. Het is inderdaad spannend. Je hoeft niet in paniek te raken. Maar ik ben net aangevallen door iemand met poison arrows, smoke bombs en allemaal andere dingen. Nee, dit is een grappie, Borry. Ik snap dat het een beetje raar overkomt. Maar er is wel iemand buiten waar je even op moet letten dat die blijkbaar agressief is. Een ander iemand? Wat voor soort iemand dan? Ja, het was geen robot, zeg maar, die jij hier had staan. Het was niet iemand met zo'n wapen. Nee, het was maar... iemand met hele donkere kleding. En hij was ook snel, zit ik nu te denken. Want ik was bij de rotonde onder de brug. En toen was hij opeens ook bij de ingang. Dus het is iemand die heel snel door de boomtoppen beweegt. Ja, zijn dat dan niet meerdere mensen? Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Oeh, nou, extra goed oppassen, Morrie. Want we moeten... Tenminste, ga jij ook naar de les straks? Ja, dat wilde ik wel doen, maar dat klinkt nu wel heel risicovol om dat te doen. Ja, en je mag ook eigenlijk niet gezien worden in de school, toch? Want niemand weet dat je daar eigenlijk bent. Is het dan niet een idee? We hebben er is zo'n geheime gang bij die boom. Oh ja, bij je vorige huisje, bij de bibliotheek. Kan je daar niet... snelheid. Als je daar op ons wacht, dan lopen we wel even verder met je. Ik denk dat het veiligst is. En dat jij misschien nu alvast gaat, Morty, dan... Ja, wij met z'n tweeën vallen denk ik iets meer op dan jij in je eentje. Dat denk ik ook. Oké, dat is een goed plan. Dan ga ik alvast. Want als het goed is, gaat de les bijna beginnen. Ik heb zelfs al mijn schild helemaal klaar voor deze les. Wat cool. Oeh, dat is een heel mooi schild. Die is tof. Nou, hou die goed bij je buiten... Want die persoon die zat telkens te schieten met pijlen. Dus als het goed is met een schild, kan je gewoon veilig zijn. Oké, dan doe ik dat en dan ga ik alvast naar de geheime gang. Ik wacht daar op jullie, oké? Oké, tot zo. Is goed, Morty. Ga jij alvast. Oké, nou, Morty gaat alvast die kant op. Ja, nou, eigenlijk wel een heel goed idee van dat schild... Want hij schiet inderdaad, of zij, we weten niet of het er meerdere zijn, maar met pijlen. Alleen wij moeten dus nu ook nog veilig bij de school zien te komen. Want we vallen helemaal met z'n tweeën wat meer op. Kunnen we niet gewoon zitten denken? Als we iemand zien dat we gewoon Levio gebruiken en de andere kant op vliegen. Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk dat we gewoon snel moeten zijn. Dat we een beetje kunnen beschermen, ja. Ja, nou laten we dat gewoon doen. Zeker als er meerdere zijn, dan moeten we helemaal snel zijn. Oh jee. Ben je er klaar voor? Ik ga gewoon achter jou aan. Jij weet het beste waar we heen moeten, denk ik. We moeten gewoon naar school. We moeten naar de les. Ik bedoel, de les die ging bijna beginnen. En wij hebben schilden en alles. We moeten daar nu gewoon heen. Dus laten we gaan. Niet dicht op elkaar, want daar kan hij makkelijk op ons richten. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ga gewoon achter jou aan rennen. Oké, ik hou mijn shield gewoon meteen. Dat als er meteen een schot wordt gelost... Want ik sta een beetje hier. Open. Precies. Dan zijn we in ieder geval... In het begin veilig. Oké, de deur gaat open in 3, 2, 1. Oké, ik heb mijn schild. Oh! Smokebom, ze weten het. Ze weten het. Oh, wow. Dat was iets anders. Ja, er was een ijzer iets dat werd gegooid. Oké, ik vlieg door. Ik zag het. Snel door. Oh jee, ik moet weg. Ik heb mijn shield. Oh jee, er wordt geschoten. Ik ga de deur open doen, oké? Oké, waar was die deuropening? Oh, hier. Ik doe het leven. Oh, mooi. Morrie is hier. Oké, snel, we moeten naar binnen. Kom op. We moeten naar binnen. Oh. Oké, wij zijn binnen. Oh, ik ook. Is iedereen oké? Ja, met mij wel. Met jou? Wow, ik ben wel echt hard geraakt. Ik ook. Ik raakte levens kwijt en die smokebom. Ben jij ongedeerd, Morrie? Wow. Ja, ik gebruikte mijn schild, maar ik moest wel heel snel zijn. Ja, nou ja, wij ook. Maar nu lijken we in ieder geval hier veilig te zijn. Jeetje, maar wat, het was echt gewoon een soort van zilver ding. Ja, ik weet het ook niet. Het was metaal wat naar ons toe werd gegooid. Wie was dit? En wie heeft ook een rookbom in zijn bezit? Ja, ik weet het niet. Het is inderdaad... Nou ja, misschien is het wel van een gekke professor. Maar aan de andere kant, die gooit helemaal niet met metalen dingetjes en zo. Nee. Die maakt robots met wapens. Maar dat hebben we wapens. Ook helemaal niet... Bij hem in zijn kantoor hebben we ook niet zoiets. Nee, dus ja, misschien toch iemand die daar ook veel van af weet. Was het hier nou naar boven? Dacht het wel, hè? Maar wacht even, we komen dan nu... Oh, dit is in de bibliotheek. We moeten er wel even opletten. Want Morty, jij mag hier eigenlijk niet zijn. Wat is jouw plan om bij de les te komen? Nou, het klaslokaal is vrij hoog in het gebouw. Dus ik zat te denken, ik kan via die vuuringang naar binnen gaan... die jullie ook gebruikt hebben om bij het schoolhof te komen. En vanaf daar kan ik, als het goed is, in het klaslokaal komen.
Oh, dat is een goeie. Die sprong over de open haard heen. Dat is wel een moeilijke sprong, maar laten we het gewoon doen. Ja. Laten wij alvast, want het is een beetje smal. Dan gaan Morrie en ik alvast naar binnen. Oké, Morrie, en dan moet jij dus zo snel mogelijk die geheime gang nemen. Ik doe hem open in 3, 2, 1. Oké. Oh, er is niemand. Er is niemand. Oké, Morrie, dit is jouw tijd. Go, 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 go. Ik kijk of de receptionist er is. Okay. Ze lijkt er niet te zijn. Morrie, dit is het moment. Go, go, go. Oh, wow. Ja. Let's go. Oké, Morrie is onderweg naar de les. Oké, tot straks. En dan moeten wij, denk ik, ook die kant op. Wat zei ze nou? Hoog in het kasteel? Misschien zien we ook wel andere leerlingen. En dan kunnen we die naar boven volgen. En tenzij we weer heel laat zijn. En dat iedereen alweer in het klaslokaal is. Nee, joh. Deze keer zijn we wel redelijk op tijd, toch? Of niet? We gaan het zien. Ik weet het eigenlijk ook niet. Waar is het dan boven? Dit is... Oh nee, wacht even. Dit is de... Hier rechts. Schoolhoofd. Waar rechts? Hier. Oh, daar. Hier is het toch? Ja, is het zo hoog? Ik denk het wel. Dat was toen met... Ja, kijk. Oeh. Hier is het klaslokaal. Oh, inderdaad. Oh, wauw. Oh, en iedereen heeft ook skills mee. Oh, vet. Oh, dit gaat denk ik een hele spannende les worden. Laten we alvast maar gaan zitten. Volgende keer zien jullie welke spreuk we gaan leren. Smash een duimpje omhoog en tot volgende keer, mensen. Doei doei. Ciao.